Oh, ik sta er al op. In mijn serie Hashtag Adulting neem ik jullie mee in het volwassen worden en uit huis gaan. Hallo, ik ben net terug van vakantie en we gaan nu alweer onderweg naar de IKEA. En waarom gaan we naar de IKEA? Omdat ik uit huis ga! Oh my god! En ik heb het nog niet echt gedeeld online. En dit is dus ook het begin van een uit huis gaan serie. Ja, het is een paar weken geleden, 3 weken geleden ontstaan het idee. Toen is het soort van gewoon gebeurd. En nu ga ik over 2 dagen de sleutels halen. En dat betekent natuurlijk dat we ook allemaal dingen moeten gaan regelen qua spullen. Ik heb al een verzekering geregeld. Dat hele proces van gaat het wel of niet gebeuren heb ik niet echt gefilmd. Maar nu het echt officieel is, vind ik het wel een leuk idee om dit met jullie allemaal te gaan delen. En hoe gaat dat nou? Uit huis gaan. Hoe gaat dat nou? Het kost veel geld. Ik hoef voor mij nu niet te lenen. Ik kan het met het werk wat ik nu doe bij PT en allebei dingetjes die erbij komen, kan ik het verdienen. Kan ik het halen of rond, hoe noem je dat? Rondkrijgen, rondkomen. Het wordt krapjes wellicht. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon wat ik moet gaan leren deze komende maanden, tijden, jaren. Ik ben eigenlijk echt net terug van vakantie. Maar ik moet morgen werken, ik moet daar de sleutels halen, ik moet weer werken, ik moet verhuizen, verhuizen. Dus we gaan nu alvast eventjes naar de IKEA. Ja, om, want de matrassen zijn in de aanbieding. De matrassen zijn in de aanbieding, dus dat is mooi. Ik heb ook al een bedframe geregeld van iemand. Dus een matras erbij is natuurlijk belangrijk. Gelukkig heb ik mijn mama die wil helpen, papa die wil helpen. Dus het wordt exciting. Weggelopen, maar we hebben 2 banken gespot. 2 banken die leuk zijn. Mijn vader had er eentje al gespot en doorgestuurd. Maar hij is eigenlijk best wel leuk. Dus ik ga het even laten zien. Bank 1. De bank die mijn vader heeft doorgestuurd. Hij had hem doorgestuurd zonder zij dingen. Ruben, een vriend van mij, die werkt soms mee fotoshoot. Die werkt hier. Hij loopt daar. Deze zit lekker. Dus dat is nice. En ik vind de kleur ook wel leuk. Het is niet mega wow. Het is ook niet mega gewoon zwart, zeg maar. Is ook 85. Nou, dat is niet niks natuurlijk, maar ja, hè. Daarboven, mintgroen, 2 zits met een poef. Ook heel leuk. Oh, ik zie er niet uit. You looking great, man. Looking great. Ik kom echt heel onverwacht. Ik wil alles vloggen, maar ik was alweer meteen vergeten van, oh ja, ik heb een bank bekeken. Ik loop er meteen weer door, dus ik moest even... Oké. Ja. Welke bank heb je nu op het hoofd? Ik vind die leuk, die ja, blauw-groenige, daar in het hoekje. Ja. En ik vind die daarboven, die mintgroen, ook wel leuk. Die is ook heel leuk. Dus het wordt nog een beetje, even kijken, maar we hebben nu echt een soort van een tijdlimiet. Dus we zitten nu een beetje, ja, we gaan natuurlijk 6 uur dicht, maar we moeten een paar verschillende dingetjes halen. En hiervoor wil je dan even wel wat langer nadenken. Ja. Zeg maar, nu niet van, oh, we doen nu deze en door, weet je wel. En nu ben ik mijn moeder kwijt, of is mijn moeder, oh, mijn moeder is daar. Die bedoelde ik. Die vond ik leuk. Vind ik leuk met... Maar dan moet het dus een goede kleurmatch zijn. Ja. Ik zag deze bij Pamela. Pam. Ik wil dit. Maar nu nog niet. Ik ben te arm. Maar dit wil ik ook. Like. Dit vind ik ook leuk hoor. Met het hout. Dit wordt mijn toekomstige bureaustoel. Nee, is deze. Maar daar heb ik een leuk bureautje. Zeg maar, ik wil sparen voor zo'n mooie lamp die ik voor jou heb. Maar dan kan ik dit voor op mijn bureau, dat is ook fijn. Ik wil dit meenemen zo meteen. Okay. Waar kan ik dit halen? Ik snap nooit hoe dat werkt. Verlichting. We hebben een kussen. Doe ik 2 kussens. Wil je er even bij komen liggen? Ik wil bevestiging dat ik een goede keuze maak. Is hetzelfde. Dat voelt wel lekker. Nou, dat voelt best toch? Ja, toch? Ja. Ik vind het mooi. Ja. Oké, we lagen net op die. Maar die kunnen we niet oprollend meekrijgen, dus dan kunnen we hem niet meekrijgen. Maar we hebben vandaag korting, dus daarom kijken we nu naar deze. Want dan hebben we en korting en is die opgerold en kunnen we meteen meenemen. Oh, ligt ook wel lekker. Wat wordt het? Oh, het is 30. Ja, ik dacht dat ze duurder waren hoor. Roze of mintgroen? Ik vind mintgroen ook wel leuk eigenlijk. Dit is toch wel leuk? Ik vind het wel mooi. Dit blauwe? Ja, voor iemand met keuzestress is dit echt hel hoor. 6,6 voor de groot, 6 voor de klein. Ach, moeilijk. Nee, ik wil groen. Dit, 2 van elk. 4 van deze. En dit vind ik wel leuk, jus glaasjes. Het is gratis. Tussenglaasje. Ja. Hier. Het is gratis. Oh, het is gratis. Nou, dit is zo flauw. Ja. Oké, we hebben een bureaustoel. We hebben een bureaulamp. En ik ga nu op zoek naar het matras. Stelling 16 ben ik nu. Vak 29 moet ik hebben. Oh. Ja, nou dat vind ik verwarrend hoor. Nou, de eerste rekening jongens. De eerste eigen betaalde rekening. De grote aankoop is gedaan. En jawel. Ach, ik ben nu zo blij mee. Ik ben nu zo blij mee. Iemand heeft ons heel erg goed geholpen bij de Mediamarkt. Echt helemaal uitgelegd. Ik kan helemaal inlezen. En ik heb mijn eigen Nespresso. Beetje gesponsord door mama. Thanks mama. Beetje zelf betaald. Met melkschuimer. En dus gewoon een koffiezetapparaat. Ik heb ook al meteen 150 cups gehaald voor €30. Maar die komen morgen binnen. Kopper! Jezus! Oké, we gaan nu mijn fiets ophalen en dan gaan we mijn contract tekenen en de sleutels ophalen. Maar wat persoonlijk achterop ga, dus dat doen we dan. Zeiden ze. Eigenlijk ben ik vet geïrriteerd omdat het spannend is en we dingen moeten regelen en mama vertraagt alles. En dan denkt ze dat het nu de goede tijd is om vorkjes uit te gaan kiezen. En we moesten mijn fiets ophalen, want die moest gemaakt worden. Als in, de band was lek. En blijkbaar was de hele buitenband gewoon kapot. De fiets is nodig, dus die gaan we nu halen. En dan gaan we fietsen naar de afspraak. Dat is om 10 uur. En Emma die is er ook eventjes. En dan hoop ik dat alles taartje goed gaat. Taartje mee, meeklap mee. Super mooi. Ah. Ja, ze worden opgehaald. Oh, ik kan ook een tekening op gaan hangen. Op mijn deur. Mijn deur. Lekker ruim, dat is wel fijn. Kun je gezamenlijk, doe je wel eens gezamenlijk eten en zo? Ja, met een aantal mensen. Ja. Hier op bank hangen samen? Ja. Oh, wat leuk. Thee drinken. Nou, maar dat is wel leuk. Thee drinken en wijn. Dan ben je niet gelijk alleen op elkaar. Nee, daarom. Beetje studentengevoel. Ja, leuk. Oh, ik sta er al op! Yes. Sick. Dit is Amadeurkamer. Mag YouTube land het een beetje zien? Ja hoor. Ja, lief hè? Ja, ik heb er eentje lager. Je hebt er eentje hoger nog. Van deze. Ah. Even mijn jas uit, jongens. Bloedhit. Nou, mam, is het lekker? Oh. Ja, dat is een anders derde stuk al. Mam, is het lekker? Oh ja. Oh. Ja. Ja, is heerlijk. We hebben gekeken naar de kamer. Mijn naam stond al op het bordje, dus we gaan koffie, taart en gaan zo tekenen. Ja, ik heb eigenlijk te vroeg. Hè. We eten nu al onze taart, maar ik heb nog niet eens wat betaald of gedaan. Dat ik heb honger. Maar straks doen we dat champagne dan. Opdracht? Ja, dat is leuk. Toch? Heb ik toch niet, wel? Nee. Het gaat te soepel. Gaat het goed, Lois? Ik had het geld wel. Ik heb het geld, maar ik heb volgens mij misschien gewoon mijn pin verkeerd ingetikt. Ja, ben je zenuwachtig? Omdat die zeg maar anders is dan de standaard, zeg maar. Dus. Nou, dan komt ie hoor. Het moment van de waarheid. Ja? Ze gaat nu officieel uit huis. Donderdag. Jongens. Oh, wow. Ik had niet verwacht dat mijn naam er al op zou staan net. Wel leuk. Ja. That's me. Hij was natuurlijk niet dicht. Woejoe, dit is de room. Leuk hoor. Nou jongens. Dit is het. Wasbakje en een spiegel. Dat is wel fijn. Dan kun je gewoon lekker rustig make-up en zo. En, 3 ramen dus. Emma zei het ook al van, dit is best wel een grote kamer gewoon. Maar als er dan niks in staat, dan lijkt het er van toch kleiner. Of dan lijkt het anders, zeg maar. Het zal er natuurlijk ook heel anders uitzien als er gewoon dingen in staan. We hebben dus net, ik heb betaald, ondertekend. Ik heb de sleutels. Yay. Ik moet zo meteen gewoon eigenlijk gaan werken meteen. En dan gaan we morgen zoveel mogelijk doen. Nou, dat scheelt. Dan hoef je vanmorgen niet meer na te denken over de vloer. Doe gewoon lekker kleed. Leuk, ja. Mooi kleed van IKEA of zo, whatever. Je kan eigenlijk geen betere vloer weten. Oh, ik weet dat je dus eenmaal een momentje gaat. Ja, tuurlijk. Dat van mij komt nog wel. Nu ben ik nog enthousiast. Zo nou, ik ben ook enthousiast. Ja, nee, maar als ik zo meteen alleen zit in mijn kamer, dan denk ik wel, oh ja, kijk hoe bruin ik ben. Ja. Dus. Nee, het is een super mooie kamer. Ja, ja, heel fijn. Heel leuk. Dus, nou, we gaan denk ik zo even, vieren. En dan moet ik werken. Dan gaan we morgen lekker beginnen. Thanks for watching. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Waar we al mijn spullen gaan verhuizen. Nog meer spullen gaan halen. En we lekker gaan bouwen. Check it.